Yo, kijkers, Steve Games, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Mission. Doe maar eventjes een like op deze video, vinden we super chill. Nee mensen, welkom bij deze aflevering van Mission YouTube. Ik ben hier vandaag met... Leon Notkamp. Leon, a.k.a. Notkamp. En Leon, waar kunnen de mensen jou van kennen? Nou, van de GTA-serie op T-Games natuurlijk en op Watch Jagger met King Wars, denk ik. Iedereen komt er zo bij staan. Ja, maar in ieder geval, King Wars en het is super druk inderdaad. King Wars en de GTA-serie voor de mensen die hem volgen, super chill. En ja. Hij wordt in principe wel goed bekeken, goed geliked, dus dat is super chill. In ieder geval, Leon, kijk, daar komt Gio ook al. Opnames. Nog meer. XT. In ieder geval, ik raak helemaal in de war van al die mensen hier. In ieder geval, gingen het toch over een paar onderwerpen een beetje dingen laten zien, een beetje mijn huis uit gaan breiden. Maar in ieder geval, we hadden het over twee onderwerpen gaan hebben. Ik stelde DDoS voor, hè, Leon? Ja, omdat wij er zelf wel een beetje onder hebben geleden. Ja, nog steeds, ja, inderdaad. Ja. En verder ook, oh man, god op. In ieder geval, ik snap dat ze een beeld willen, maar... In ieder geval, DDoS en langere tijd op school, dat stel jij voor, toch? Ja, dat klopt. Dat is wel goed onderwerp, denk ik. En ondertussen gaan we hier een beetje mijn huisje uitbreiden. En dan gaan we zo ook nog eventjes laten zien wat we hebben gemaakt vandaag. Dus ik wou hier gewoon een beetje... Dit middelste, dit moet zo leeg blijven. Maar hier wou ik meer zo'n uitsteeksels van mijn huis doen. Ik weet niet of je nou snapt wat ik bedoel. Dus hier komt zo mijn huis zo verder. Hier komt dan leegte. En hier gaat mijn huis weer verder. Oké, dus je krijgt hier echt nog een uitbouw. Ja. Oké. In ieder geval, het onderwerp DDoS. Hier, volg mij trouwens. Hier staan chesten met bouwspul, een beetje. Ja. Maar in ieder geval, laten we maar gewoon beginnen met het onderwerp DDoS. Wat vind jij ervan? Nou, kijk, in de eerste instantie dacht ik van, nou, je kan er wel goed mensen mee uit de weg ruimen die een beetje vervelend zijn. Ja. Omdat ze je dan zelf gewoon echt continu op de lip zaten. Maar nu denk ik eigenlijk van, ja, waarom doe je het eigenlijk? Het is best wel waardeloos. Het is een beetje laag eigenlijk als je het doet. Het zijn meestal van de mensen die gewoon aandacht willen zoeken inderdaad. En dan krijg je de aandacht ook meestal wel. Maar het is wel echt super irritant inderdaad. En voor de mensen die het doen, kap ermee. Maar voor de mensen die trouwens ook niet weten wat een DDoS is. Een DDoS, kan jij dat misschien een beetje uitleggen? Nou, een DDoS is eigenlijk volgens mij dat je als booter stuurt die continu fragmenten die de claim vraagt dat ze als eerste willen worden gebruikt of zo. En dan wordt je hele booter wordt eigenlijk volgegooid met die bestanden. En dan denkt hij van, ja weet je wat, fuck it. En dan Trouwens, dit middelste moet gewoon weg. Hier moet niks komen. Oké, dus dan krijg je twee uitbouwen. Ja. Maar in ieder geval, inderdaad, dus dat je router een beetje wordt gestrest. Volgens mij betekent denial. Denial. Device. Of. Weet ik veel. Sexual video's. Nee. Ja, the fuck, nee. Ja, het is in ieder geval een afkorting. Moet je even zoeken op Wikipedia of zo. Ja. Maar het is inderdaad heel erg rot. En wij als YouTubers hebben dat ook best wel vaak. En we krijgen daar heel vaak om mee te maken op livestreams en zo. Dat mensen de livestream proberen eruit te halen. Maar meestal zijn het van die mensen die gewoon klein zijn, om het zo maar te noemen. En in het echt gewoon heel onzeker zijn over zichzelf en dat soort dingen. Kijk, ik wil nou niet over de DDoS'ers zeggen die DDoS... Wat? Oh, dit klopt volgens mij niet helemaal. Ja, sorry, maar ik dacht misschien kunnen we hier een raam maken of zo. Maar dat hoeft niet speciaal. Ja. Wat ik wel misschien wou doen, is hier dan zo'n koepel van glas hier zo overheen maken. Zo. Maar dat kunnen we... Hier... Ja. In ieder geval. Maar meestal zijn het dus van die wat kleinere mensen die in het echt niks durven te zeggen als ze voor je staan bijvoorbeeld. Of die dan zeggen dat ze heel veel kunnen en zo, maar eigenlijk helemaal niks kunnen en daarom zo de aandacht gaan zoeken. Mm-hmm. Dat is dus eigenlijk het onderwerp DDoS wel een beetje, denk ik. Alle YouTubers hebben er wel mee te maken, denk ik. Ja, want jij hebt, je had van de kerstvakantie of zo, had jij toch ook een stream gehouden? Toen hadden wij een 30 uur stream waar jij eerst ook nog heen zou komen, maar toen was het contact tussen ons niet zo heel lekker. Toch? Ja, nou gaat het gelukkig wel weer beter. Ja, gelukkig wel. Dat was dus een 30 uur stream. Mensen die komen daar speciaal met de trein of worden daar naartoe gebracht, zitten 2 uur in de auto. Ten eerste, het was helemaal geen verspilling of zo dat ze hier naartoe kwamen. Of hoe zeg je dat? Helemaal het geld ja, was gewoon het... niet voor niets. Nee, het was niet voor niets, want we hebben elkaar wel kunnen zien en we hebben wel een aantal uur kunnen streamen.
Maar we waren er niet 30 uur. Oh, Creeper Damage staat trouwens uit, want het was echt helemaal uit de hand gelopen. Wie misschien... Ja, ik... Kutmijndert. Oh, hij zit met eieren te gooien. In ieder geval, ja, waar was ik? Ja, je had het over dat de mensen niet voor niets naar je stream waren gekomen. Ja, dat snap ik. Het was wel gezellig. We hadden elkaar gezien en we hebben toch nog wel een paar uur kunnen streamen. Maar dan nog, weet je, je verpest het wel gewoon voor heel veel mensen ook die wouden kijken. Dus in de eerste minuut van de stream werden we al neergehaald. Zo noem je dat als je gediedeld wordt, dan word je neergehaald. Of ja. Zoiets. Maar ja, dat was dus heel stom. Maar verder, jij had nog een ander onderwerp. Ja, ik had ik zit zelf nu op het mbo. Mm-hmm. En daar hebben ze het over gehad dat we straks nou weer langer naar school moeten gaan. Dus dan komt het bijna elke week twee uur. Alleen bij opleidingen of ook bij basisscholen en dat soort? Volgens mij gewoon over het algemeen, over echt alles. Wauw. Ja, dus gewoon dat je langer naar school moet? Ja, zo gezegd. Nou, het is geen pretje, maar ja. Het was toen eerst korter geworden volgens mij. Toen was het naar 40 uur gaan, maar nu willen ze toch wel weer iets omhoog. Omdat toch weer de cijfers de namen af. Ja, en ook de zomervakantie die eerst voor middelbare 7 weken was, die is nou weer 6 weken. Ja, wordt steeds slechter. No fucking reason, gewoon 6 weken. Oh, en daar is trouwens Meindert bezig met zijn Epic Face. Want Meindert Epic Gamers DGM, dus daar staat hij voor. Maar in ieder geval, vertel verder. Of... Ja, en dan denkt iedereen van, weet je, daar hebben we dus geen zin in, dus... Dan denk ik ook alweer dat er wel meer mensen gaan denken van... Ja, we kunnen wel spijbelen en zo. En weet ik veel wat. Ja, maar ik snap ook niet waarom het zou helpen tegen cijfers. Je hebt misschien 1 of 2 weken aan uur school in een jaar meer of zo, denk ik. Bij elkaar of zo. Ja, maar of zoiets. Dat dan heel veel gaat helpen tegen cijfers. Ja, misschien gaat het dan het gemiddelde van cijfers gewoon 0,1 of 2 omhoog, weet je wel. Maar ik zie het nut er niet helemaal van eigenlijk. Ik ben persoonlijk zelf meer van het thuis dingen ondernemen, want het is gewoon veel fijner. Want ja, anders dan ben je meer geconcentreerd. Ja, ik moet eerlijk toegeven, meestal ben ik niet echt geconcentreerd met huiswerk maken als ik bijvoorbeeld mijn computer aan laat staan of zo. Want dan heb ik zo Twitter aan en dan bekijk ik Twitter en dat soort rotzooi en dan vraagt iemand weer wat op Skype. Maar dit wordt trouwens wel nice zo, dus precies wat ik in gedachten had. Ja. Hier wou ik een beetje zo'n veranda doen, gewoon zo'n zitplekje. Maar ja, dat was het denk ik wel qua onderwerpen, denk ik toch? Dan kunnen we nog wat gaan laten zien, wat we vandaag gemaakt hebben. Ja, dat is goed, ja. Ik loop waar kunnen we het beste erin gaan? Waar kunnen we het beste laten zien? Ik denk dat het vanaf het voorkant, vanaf Gio, er wel heel vet uitziet. Want dat hebben we daarom ook een beetje Kijk, dit is Gio zijn huis. Eerst dat Gio hier zo zijn... farm. Ja, zijn farm sowieso, die is er nog steeds. Maar ook zijn... Hoe heet het? Hij had hier zo'n klein stijgertje gemaakt. Ja, een stijger voor vissen. Maar zoals jullie zien is hier nou zo'n hele epische brug gemaakt. Hier zijn trouwens ook al mensen bezig met bouwen. En dan begint hier zo... Ja, wacht. Oh, even dit ding uitschakelen. Wow, hoe ver gaat dit door eigenlijk? Oh. Ik zat te denken dat we dit helemaal naar het oosten kunnen maken. Want er zijn heel veel biomes daar met bijvoorbeeld spruce en weet ik veel wat. Maar in ieder geval, heb jij een minecart of iets? Ik heb er eentje voor je. Hier, kijk maar. Okay. Gaan we even lekker mee verder. Even kijken. Maar ja, wat we dus vandaag gemaakt hebben is een railroad system. Dus ook... Ik ga hier er wel op. Maar we hadden dus zo'n railroad system gemaakt onder heel Mission YouTube door. En ik vind het best wel vet geworden. Niet onder heel Mission YouTube door, maar gewoon... Wow. Oké, daar gaan we. Dus zoals jullie zien hebben we gewoon zo'n ondergrondse tunnel onder het eiland doorgemaakt. En dan willen we gewoon een beetje een railroad door heel Mission YouTube maken. Dat was in ieder geval wel een beetje de bedoeling. Ja. En ja, ik ben al aan de overkant. Ja, ik rij wel even terug. Ik ben er al bijna. Oh. Oh, wacht, boom. Oh. Hier, kom, we gaan overgooien met kaart. Ja, echt hè. Maar dat willen we een beetje dus door heel Mission YouTube doen. Want sommige mensen weten het nog niet. Maar we willen ook echt railroads maken door naar echte andere provincies. Want Mission YouTube is in de map van Nederland voor de mensen die het nog niet wisten. Ja. En dan willen we hier een beetje het Central Station maken. Het Centraal Station. Ja. Geen idee waarom ik dat in het Engels zei. Maar dan willen we hier dus allemaal zo perrons maken naar verschillende provincies of steden die we uiteindelijk gaan maken. Dus bijvoorbeeld Amsterdam. Op de plek van Amsterdam gaan we iets episch bouwen. Dat soort dingen. Ja. Vanaf hier heb je ook een mooi uitzicht op die toren, hè? Misschien. Oh ja, klopt. En ook mijn huis. Ja. Oh, mijn. Ik ken een flikkertje ook nog.
Maar dit is dus de Epic Face van Mindert. En ik heb hem hier een beetje... Ik ga inbreken. Ja, laat het doen. Ik ga met je mee. Kan toch via de achterkant erin, of niet? Heeft hij een deurtje? Ja, hij heeft hier een deur. Hier, moet je kijken. Hallo, heer kapitein Redbush. Wacht eens. Redbush. Nu denkt hij echt van, ga maar naar huis, ga maar ja, naar huis. Ja, echt, what the fuck. Hallo, mijn... Ik ga hier overal toortjes praten. Je wordt helemaal gek, denk ik. Ja. Oh, arme Mijnert, dames en heren. Oh, oh, oh. In ieder geval, dit wordt dus Mijnert zijn huis. Ik vind het best wel al episch worden. En het is wat anders dan de rest. Maar hier ook, dit is een beetje onze chestroom toren. Ja, ik ga voor de mensen die de vorige Mission YouTube aflevering nog niet hebben gezien. Wat trouwens wel een aanradertje is. Hier is trouwens het allerlaatste aanwinst van Mission YouTube. Dit is Mies Jacobs, oftewel Amman. En die kippen van hem, die geven mij gelijk 16 eieren. Jezus Christus. Waar ben je? Ja, ik ben bij de, hoe heet het? Oh ja, ik zie je. Wat is dit voor raaptrap? Ja, ik weet niet. De trap der autisme. Ja, echt hè. Maar deze man is heel raar op de wireless gekomen. Ik weet niet of die online is. Ja, Mies Jacobs, hij is gewoon online. Ja. Maar hier laatste vrijdag was hier dus een slaapfeestje, waar we totaal niet geslapen hebben eigenlijk. Maar toen was die Amman dus om mijn computer gegaan en hij volgde mijn YouTube kanaal zo nu en dan. En heeft hij zichzelf gewoon gewirelessed, die motherfucker. Ja, ik zou ook denken YOLO hoor. Maar, ja, weet je, maar hij ging ook zo op mijn telefoon en dan ging die zichzelf whatsappen van wil je missen YouTube en zo. Dat was eigenlijk best wel grappig, maar ja. Ah, echt serieus. Ja, trouwens is hier ergens een crafting table, want ik heb... Oh, hier. Want ik heb heel snel wat brood nodig, maar ik heb... Ja, ik had net wat brood neergegooid, maar... Ja, ik heb hier nou weer brood. Maar valt er verder nog... Oh ja, de achtbaan. Waar is die? Ja, laten we daarmee eindigen. Kom, volg mij. Een epische achtbaan. Ja, ik heb hem in mijn episode, zijn we daar druk mee bezig geweest, ik en Alex. En het ziet er echt heel goed uit. Oh ja, en voor de mensen die nog niet wisten, die op Mission YouTube zitten, kunnen jullie alsjeblieft ijzer doneren voor de railway. Ja, ijzer doneren voor de railway, want als we hem door heel de kaart, of door heel de wereld van 4000 bij 4000 bloks willen laten lopen, dan hebben we aardig wat ijzer nodig. Okay. Ik zet de kaart neer en dan kan jij ermee naar beneden. Is goed. Als ik hem nog heb dan, ja, ik heb hem nog. Maar je kijkt Oké, dames en heren, F1, F8, let's go. Oké, ik ben heel benieuwd, maar schijnbaar eerst was dit dus echt een flutachtbaantje. En nou ben ik dus gewoon heel benieuwd wat er dan allemaal wordt. Ja, het wordt steeds beter, maar dat einde is echt gewoon fantastisch. Maar dan moet je even kijken, als je vastloopt moet je even gewoon je been inhouden. Ja. Oké, let's go bitches, de achtbaan van Mission YouTube. Oh, holy shit! Oh my god, fucking vet. Gewoon een dikke freefall. Holy shit! Nou moet je er wel uitgaan. Oh. Laat de kar maar liggen. Ik ben zo benieuwd. Oké, dit is wel echt heel chill. Dit is zeker weten een hele grote verbetering sinds de eerste. En Alex, oproep naar Alex, maak je fucking ding af. Want dit is nu al een week of twee zo. En ik ben bijna dood, what the fuck. Oh, ik kom wel even naar beneden, geef ik je meteen wat brood. Nee, ik heb al brood. Maar in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Mission YouTube. Abonneer zeker weten eventjes op Leon's kanaal. Een linkje staat in de beschrijving. En bekijk ook zeker weten is gewoon de andere video's van Mission YouTube. En misschien ook de GTA-serie van de GTA-liefhebbers onder ons. En dan zien wij jullie... het klinkt misschien heel raar, maar de GTA-serie wordt meer bekeken als Mission YouTube. Ja, doe ik het zo goed dan? Ja, je doet het heel goed. Maar in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Mission YouTube. En doe even je like. En zet in de comments neer wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.